Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering toelatingsexamen tandarts chemie 2022 vraag 1 tot met 5. Vraag 1. Bij de volledige verbranding van een koolwaterstof worden uitsluitend koolstofdioxide en water gevormd. Hoeveel zuurstofgas is er nodig voor de volledige verbranding van 1 mol heptaan? Dan een paar cijfertjes, maar dat zegt op dit moment niks natuurlijk. We gaan eens moeten kijken, wat is heptaan? Heptaan is een alkaan en een alkaan die gaat altijd luisteren naar die formule CnH2n+2, want die is natuurlijk volledig verzadigd. Dan zitten we hier met hept. Hept is een getalletje en dat is natuurlijk, kunnen we dat afleiden vanuit die Griekse telwoorden met het prop, but, pent, hex, hept, oknon, dek, oftewel mama en papa, blowen, permanent, hete hash op nonkel Danny, of een ander zinnetje, met een paraplu blijft Piet heel hoog ook nog droog. Hept, dat is 7 en die 7 die gaan we invullen hier in onze formule en dan komen we dus op C7H 2 keer 7 plus 2, dat is 16. C7H 16, dat is mijn heptaan. En die heptaan die gingen we volledig verbranden. Een volledige verbranding van een organisch molecuul is een reactie met die zuurstofgas, waarbij CO2 en H2O gevormd worden. Bij een onvolledige verbranding gaat er CO of eventueel roetkoolstof gevormd worden. Dus dit is mijn reactie die ik heb en ik ga dus mijn formule kunnen opstellen. C7H16 plus O2 geeft CO2 plus H2O. Wat hebben we nog niet? Dat zijn de juiste coëfficiënten en sommige leerlingen hebben het daar wel eens moeilijk mee. Een trucje om dat te doen: gewoon per molecule de atomen samenzetten bij accolades en hier een stippenlijntje zetten. Ik heb hier C7H16, CNH en dan apart O. Ik heb hier CO2, dus CNO en H2O, HNO. Ik ga hierachter mijn aantallen zetten. Ik heb 7 C's, ik heb 16 H's en ik heb hier 2 O's. Ik heb hier 1 C. Dat is niet mooi. 1 C'tje, 2 O'tjes. Ik heb hier 2 H'tjes en ik heb 1 O'tje. En nu ga je zien, als ik hier die C's wil doen, dat ik dan heel die brokjes ga nemen. Even een opmerking. Die O die doe je altijd als laatste. Hier kan ik iets voorzetten zonder dat alle rest weer aangepast moet worden. Dus O doe je als laatste en je doet de zeldzame elementen, die doe je best eerst. In dit geval zijn C en H alle twee zeldzaam, maar dan beginnen we gewoon bovenaan. Ik heb hier 7 C's, ik heb hier 1 C, dus ik wil hier 7 C's van maken. Dat kan ik alleen maar doen door hier een 7 voor te zetten. Dan wordt deze 7 koolstoffen, maar die O ja, die gaat mee omhoog natuurlijk, want die 2 die hangen samen, dat wordt 14. Ik heb hier 16 H's, ik heb hier 2 H's. Dat wil zeggen dat ik hier een 8 voor moet zetten. 8 keer 2 is 16. En dan 8 keer 1 aan, dan ga ik hier 8 O's krijgen. Ik tel mijn O'tjes, 14 plus 8, dat is 22 O'tjes. En dat wil dus zeggen dat ik hier een 11 voor moet zetten om hier ook 22 O's te hebben. En dan krijg ik hier mijn coëfficiënt een 1, een 11, een 7 en een 8. Wat is er hier belangrijk? Stel je voor dat je hier een oneven aantal van zuurstoffen tegenkomt. Dan ga je gewoon alles maal 2 doen en dan opnieuw beginnen. Of je kan hier met halfjes werken, bijvoorbeeld 8 en een half O2. En dan hier de coëfficiënten invullen en dan maal 2 doen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik heb mijn coëfficiënten en nu kan ik verder gaan. Nu kan ik gaan kijken. Ik wil dus zeggen, 1 atoom van mijn heptaan met 11 atomen van mijn die zuurstof gaat reageren tot 7 atomen CO2, molecules, excuseer, en 8 molecules H2O. Je kan alles ook maal 6,02 maal 10 tot de 23ste doen. En dat is pure stoichiometrie. En dan kom je op 1 mol plus 11 mol geeft 7 mol en 8 mol. En dan heb ik dus hier mijn antwoord. 1 mol heptaan gaat reageren met 11 mol die zuurstof en dat maakt als enige juiste antwoord antwoordmogelijkheid A. En dat was een redelijk eenvoudige vraag, dat zag je al op de vorige dia en daarom krijgt hij 2 op 6. Vraag 2 gegeven zijn de deeltjes CO2, PF3, H2O, NH2- en NH4+, waarin het centrale atoom telkens in het vet is weergegeven. En dat is natuurlijk al een fijne hint die je hebt. In welke reeks is het aantal vrije elektronenparen rond het centrale atoom van het deeltje overal correct? En dan zie je hier een hele reeks met getalletjes en je kan eventueel al een paar dingetjes gaan uitsluiten en ideetjes hebben. Maar we gaan gewoon eens aan de slag gaan. We gaan eens kijken wat we hebben. Ik heb hier nog eens een keer die reeks geschreven en een aantal regeltjes voor het opstellen van Lewis-formules. Als je twee dezelfde elementen hebt, dan ga je die nooit naast elkaar zetten. Mijn enige uitzondering is natuurlijk bij de organische chemie met de koolstoffen. We zien een element dat meeste bindingen wil aangaan, dus met meeste vrije elektronen, dat ga je centraal zetten en je gaat altijd op zoek gaan naar zoveel mogelijk symmetrie. En als je die drie regels volgt, dan had je eigenlijk die vetgedrukte niet nodig, want dan ging je die normaal gezien altijd zelf centraal zetten.
En dan gaan we aan de slag. Ik heb hier onze verschillende centrale elementen gezet. En hier, we beginnen gewoon bij het begin. Koolstof, en dan moeten we twee zuurstoffen aanbinden. Koolstof heeft 4 vrije elektronen. En ik weet dat je die normaal gezien netjes moet verspreiden. Maar in dit geval weet ik welke kant dat we op gaan. 2 zuurstofjes, we zoeken zoveel mogelijk symmetrie. Zuurstof heeft 6 elektronen. Koolstof heeft 4 elektronen. Dat vind je heel eenvoudig natuurlijk op je periodiek systeem. En dan ga je die verbinden met elkaar, zodat iedereen tevreden is. En dan krijg je die typische, die CO2. Hier koolstof. Geen vrije elektronen, dus die moet 0 hebben. En dan hebben we nog 2 antwoordmogelijkheden die kunnen. En dat is A en dat is D, want deze die zijn sowieso fout. Dan gaan we hier eens naar fosfor kijken. Fosfor die heeft 5 elektronen op zijn buitenste schil zitten. En die gaat binden met 3 fluors. En dus hier onze 3 fluortjes, die ga ik er even rondzetten. Fluor die heeft in totaal 7 elektronen, want die staat in 7a. En die gaat hier netjes 3 keer binden met onze fosfor. Dat maakt dat fosfor 1 vrij elektronenpaar heeft. En dat zien we hier, maar dat zien we niet hier. Dus deze is fout. En dat maakt eigenlijk dat we ondertussen al weten dat antwoord D het enigste juiste correcte antwoord is. Maar toch om eventjes verder te gaan. H2O, we gaan altijd eventjes dubbelchecken natuurlijk. H2O, dat weet je, die ziet er als volgt uit. En wat zie je dan? 2 vrij elektronenparen. Dat zien we hier en hier en hier. Dus dat is allemaal goed. Dan stikstof, maar stikstof in een speciale versie, in de H2-versie. Stikstof heeft normaal gezien 5 elektronen en die gaat hier in dit geval 2 keer binden met waterstof. Maar wat zien we nu? We zien dat er een stikstof een negatieve lading heeft gecreëerd. Dat wil zeggen dat daar een extra elektron zit die een paar gaat vormen. En we hebben dus 2 elektronenparen en dat zien we hier. Dus we zitten op die D nog steeds correct. Hier, ja, die A ook wel, maar die A zie je natuurlijk fout. Hè? En dan als laatste die Na4-versie. Na4, wat wil dat zeggen? Stikstof heeft normaal gezien 5 elektronen en die gaat in dit geval zien we dat er 4 keer een binding is plaatsgevonden tussen onze waterstoffen, maar dat gaat een 4e binding zijn en die heeft een positieve lading, wil dus zeggen dat er hier eigenlijk maar 1 elektron zit en dat 1 elektron gaat in dit geval gebonden zijn met die waterstof, waardoor we geen vrije elektronenparen hebben. En dat maakt dus inderdaad dat D het enigste juiste antwoord is. En omdat je dit na 2 oefeningetjes eigenlijk al kon afleiden, is dit een 2 op 6. Vraag 3. De volgende 3 oplossingen worden samengevoegd. 100 ml van een 0,15 molaire aluminiumnitraatoplossing, 100 ml van een 0,25 molaire LO2-nitraatoplossing en 50 ml van een 0,1 molaire natriumnitraatoplossing. Wat is de molaire concentratie van de nitraationen in de bekomen oplossing? Dan zie je daar cijfertjes waar je op dit moment niet veel aan hebt. Je gaat hier ook gewoon moeten rekenen. En we gaan het 1 per 1 doen. We gaan eens kijken naar die verschillende oplossingen die we gaan samenvoegen. Het eerste dat we hebben is die aluminiumnitraatoplossing. Aluminium is Al, dat weten we. En Al heeft lading 3+. Nitraat, dat ken je normaal gezien. Ook dat is een zuur, dat is NO3. En alle zuren zijn -1. Heb je S of C, dan is -2. Maar dit is, en heb je PP, dan is -3. Maar dit is geen van die speciale, dus dit is gewoon -1. Wat wil dat zeggen? Als ik hier aluminiumnitraat wil maken, dat ik dus 3 nitraten, 3 keer een -1 moet hebben om te counteren met die +3. Dat maakt dus dat mijn oplossing er als volgt uitziet. Aluminium met 3 nitraten gaat splitsen in aluminium 3+, plus 3 nitraationen. En dat is natuurlijk belangrijk voor die oplossing zometeen, want we gaan dan een multiplier moeten gebruiken. Nou, we gaan in die 0,15 mol van die aluminiumnitraat, die gaat dan aanleiding geven tot 0,45 mol nitraationen. We gaan datzelfde doen voor die tweede oplossing en hier zien we LO2-nitraat en dat Romeins cijfer, dat wil dan zeggen dat de lading van LO2+ is PB, Plumboom. Plumboom heeft lading 2+, die kan natuurlijk, omdat die in de B-groep zit, soms een andere lading aannemen, maar opnieuw nitraat weten we, dat is NO3-min, die gaat nooit van lading veranderen. Dus ik heb 2 nitraten nodig om die lood neutraal te maken. En we komen dus op de volgende formule. Gaan we die splitsen in water, want dat zijn zouten natuurlijk. Dan gaan we dus lood krijgen en 2 nitraten. En dan onze laatste oplossing, natriumnitraatoplossing. Die ken je normaal. Natrium staat in 1A, is altijd +1. Heb je lastig met die oxidatiegetallen, staat een hele aparte reeks op dit kanaal over oxidatiegetallen met heel simpele trucjes over de zuurresten en hoe je die oxidatiegetallen kan afleiden. Natrium is +1, want die staat in 1A. En nitraat, ja, die kennen we ondertussen. Die zuurresten gaan nooit van lading veranderen. En dat is 1 op 1 qua lading. Dus 1 natriumnitraat gaat aanleiding geven tot 1 nitraatje hier. Nu we dit weten, kunnen we gaan rekenen natuurlijk. We weten onze volumes.
V1, V2 en V3 en we weten onze concentraties C1, C2 en C3. En normaal gezien, daar moet je nu niet heel slim voor zijn. Als je een C en een V ziet, dan kan je daar natuurlijk met de volgende formule het aantal mol mee gaan berekenen. C is gelijk aan N gedeeld door V. En een stom trucje, en daar heb ik een aparte reeks ook over de mol, maar als je die in een driehoekje zet, dan kan je daar een duimdriehoekje van maken. En als je dan N zoekt en je gaat dus deze bedekken, want ik zoek N, dan kom je op de formule van die twee andere. Dus N is C maal V. Ik ga die inbrengen en ik kom dus op 0,015 mol voor mijn eerste oplossing, 0,025 mol voor mijn tweede oplossing en 0,050 mol voor mijn derde oplossing. Maar opletten, dat is de hoeveelheid van mijn zouten die daarin zitten. Als die eenmaal in water gaan dissociëren in ionen, hadden we net gezegd dat we in die aluminiumnitraatoplossing 3 keer zoveel al nitraat gingen hebben. Dus ik moet hier maal 3 doen, 2 keer zoveel in die loodoplossing van nitraat en een gelijke verhouding aan natriumnitraatoplossing en natriumnitraationen in die derde oplossing, dus maal 1. Als ik hier rekening mee hou, kom ik op de volgende stofconcentraties. Dus ik heb hier en hier op 0,045 mol aan nitraationen in de eerste oplossing, 0,050 mol aan nitraatoplossing in de tweede oplossing en 0,0050 mol aan nitraatoplossing in die derde oplossing. Dan ga ik natuurlijk nog rekening moeten houden met mijn totaalvolume en zo. Dus ik weet mijn N totaal, als ik al mijn mollen samen ga optellen, kom ik op 0,10 mol. En ik heb hier eventjes beduidende cijfers. Je hebt hier 2 beduidende cijfers in de deze, 2 beduidende cijfers in de deze. Dus je gaat hier ook 2 beduidende cijfers maar mogen houden. Als ik mijn volume op ga tellen, dus de 3 volumes, dat kan je in de vorige dia zien, dat is 0,1, 0,1 en 0,05. Hier hebben we 2 beduidende cijfers, dus ik ga hier maar 2 beduidende cijfers mogen overhouden. En dan ga ik natuurlijk mijn concentratie van mijn totale oplossing kunnen berekenen. Concentratie is mijn aantal mol gedeeld door mijn totaalvolume. En dan kom ik dus in totaal op 0,40 mol per liter of 0,40 molair. En dat is een van die oplossingen die ertussen staat. En dat is natuurlijk altijd fijn. Enige juiste antwoord op vraag 3 is antwoordmogelijkheid B. Hier heb je wel wat rekeningwerk mee. Hier moet je toch wel een paar redeneringen maken. Vandaar toch wel een 3 op 6. Vraag 4. 0,81 gram aluminiumfolie wordt in 100 ml HCl-oplossing met een concentratie van 2 mol per liter gebracht. Er treedt een reactie op waarbij er waterstofgas ontstaat. De aluminiumfolie bestaat uit zuiver aluminium en het volume van de oplossing mag als constant beschouwd worden. Hoeveel bedraagt de concentratie van het HCl in de oplossing als alle aluminiumfolie is weggereageerd? En we hebben hier twee zinnetjes die gewoon mogelijke uitzonderingen gaan uitsluiten die op zich niet zo belangrijk zijn. Het is wel die eerste en die laatste, dat belangrijk is natuurlijk. We zien hier een aantal oplossingen. Ben ik helemaal niks mee. We gaan gewoon beginnen tellen. Ik weet, ik heb 0,81 gram aluminiumfolie en dat wordt in 100 ml HCl-oplossing gebracht. Dus ik ga eens even kijken wat gegeven kan ik hier allemaal uithalen. Ik heb een massa aluminium en je weet, als je een massa hebt en je zit met een chemisch vraagstukje, ga je altijd moeten tellen naar mol. Dus ik ga hier onmiddellijk mijn molaire massa van aluminium achterzetten. Die vind je in het periodiek systeem. 1 mol aluminium weegt 27 gram per mol. Tweede wat ik weet is mijn volume en ik raad hier echt wel aan om hier kleine dingetjes te zetten dat je die dingen uit elkaar kan halen. Het volume van mijn HCl-oplossing is 100 ml, maar denk eraan, in oefeningen gaan we altijd in liter gaan tellen, dus zet dat onmiddellijk om in je gegeven. Nu ben je nog niet heel hard bezig met al die andere dingen en nu kan je daar gemakkelijk aan denken. En wat weet ik, die concentratie van die HCl-oplossing is 2 mol per liter of 2 molair. Wat weet ik nog? Ik weet aluminiumfolie gaat reageren met HCl. Dus eventjes netjes geschreven, Al plus HCl gaat een reactie gebeuren. En dan gaan we natuurlijk stoichiometrisch gaan aan de slag moeten gaan. En we gaan dan met mollen moeten werken. En dus de eerste vraag die ik me eigenlijk afvraag is, hoeveel mol aluminium heb ik? Hoeveel mol aluminium heb ik? Dat is eenvoudig. N is massa gedeeld door molaire massa. Aantal mol is mijn massa gedeeld door molaire massa. Dus mijn aantal mol is mijn 0,81 gram gedeeld door de molaire massa. En gram hier en gram die vallen weg ten opzichte van elkaar. Krijgen uitdrukkingen. Mol. Ik zocht een uitdrukking mol. Dus ik kom hier op 0,030 mol aluminium. En dit hier, dat is fout. Dat is van een andere les dat ik aan het voorbereiden was.
0,030 mol aluminium. Tweede dat ik mij nu afvraag is hoeveel mol HCl heb ik? Ik ga eens kijken naar mijn oplossing HCl en ik weet mijn concentratie is mijn aantal mol gedeeld door mijn volume. Daaruit kan ik mijn aantal mol berekenen. Het aantal mol is mijn concentratie maal mijn volume. Ik had een concentratie van 2 mol per liter en ik had een volume van 0,1 liter. En dan zie je hier opnieuw, dat vind ik altijd fijn, die liter en die liter die vallen weg ten opzichte van elkaar. Je krijgt een uitdrukking in mol en weet je dat je het goed gedaan hebt. Ik heb 0,20 mol HCl. Dan ga ik naar mijn reactie. Mijn reactie, daar ga ik mijn stoichiometrie op moeten toepassen. Dus ik heb een reactie tussen aluminium en tussen waterstofchloride en ik weet dat er waterstofgas ontstaat en iets anders. En dit is een van die typische reacties. Ik kan gaan kijken, als er hier die waterstof ontstaat, ja, die aluminium en die chloor, die gaan samen hier een zout vormen. Je kan dat van buiten leren. Er zijn reactietypes die altijd hetzelfde zijn. Of je kan hier gewoon kijken, ja, wat blijft er over? Hè? Dus aluminium en chloor die gaan samen, dat weet ik ondertussen. En ik heb een typische reactie die zegt een metaal plus een zuur geeft mij die waterstof en een zout. Dus daarmee ga ik verder. Wat weet ik? Ik ga mijn zout vormen. Mijn zout gaat gevormd worden uit aluminium en chloor. En ik weet aluminium staat in 3A, dus die is plus 3. En chloor is een zuurrest, die is altijd min 1. Ik weet dat chloor in het periodiek systeem staat, dit in meerdere oxidatiegetallen kan aannemen. Maar als zuurrest gaat die altijd min 1 zijn. Dus ik ga een zout vormen. En dat zout is dan 3 chloortjes en 1 aluminium, want samen moet je natuurlijk een neutraal element vormen. Ik heb mijn neutraal element hier gevormd en nu ga ik nog enkel mijn coëfficiënten moeten doen. Ik heb hier 2 waterstof, dus ik ga hier 2 waterstof, maar ik heb hier 3 chloor, hier 1 chloor, dus ik ga hier allereerst een paar aanpassingen moeten doen. Alles aangepast, kom ik op het volgende uit. Als je hier 2 aluminium en 6 HCl geeft mij 3 die waterstof en 2 aluminium, 3 chloride. Dan kan ik mijn stoichiometrie echt gaan toepassen, want nu heb ik een verhouding. En wat wist ik? Ik wist, ik heb 2 mol gaat met 6 mol HCl reageren tot 3 mol en 2 mol. Als ik dan eens ga kijken naar wat ik echt heb, ik had 0,030 mol aluminium en ik had 0,2 mol HCl. En als je gaat kijken dat deze in een verhouding 1 op 3 gaat reageren, dan is het niet moeilijk om te zien dat dit hier mijn limiterende factor gaat zijn. Ik heb veel te weinig aluminium en ik heb die HCl in overmaat. Wil dus zeggen dat ik vooral hier met die aluminium rekening gaan moeten houden om te gaan bekijken hoeveel dat er gaat wegreageren en hoeveel dat er van de andere stoffen gevormd gaat worden. Ik ga hiermee aan de slag en ik maak dan graag een tabelletje, dat is lekker overzichtelijk. Ik heb om te beginnen 0,030 mol aluminium en ik heb om te beginnen 0,20 mol HCl. Die verandering, ja, wat gaat er hier veranderen? Er gaat hier, en dat is een aflopende reactie, er gaat 0,030 mol aluminium wegreageren. Maar als er hier 2 mol van dit reageert met 6 mol van dat, dus 0,030 van dit reageert met 0,090 van dit. Dus ik ga hier 0,090 van aftrekken. 2 op 6 is een 3 op 9. Dat is een normale pak uit de stappen van 3 zeker. Dan, wat ga ik hebben? Wat heb ik uiteindelijk? Ik hou geen aluminium over, want die aluminium die gaat hier in die aflopende reactie helemaal weggaan. En wat hou ik over van HCl? 0,11 mol. Nu dat ik dat weet, kan ik weer een stukje verder. En ik ga dus kijken naar die concentratie, want ik heb 0,11 mol, maar die 0,11 mol die zit wel op 0,1 liter. En ze vragen niet hoeveel mol HCl, maar ze vragen wat is de concentratie aan HCl. En als ik dan ga kijken, 0,11 mol op 0,1 liter, kom ik op een concentratie van 1,1 mol. Mol per liter of 1,1 molair. En die staat ertussen, dat is fijn. Dus de juiste antwoord op deze vraag is antwoordmogelijkheid C. Dat je er toch wel wat werk aan hebt, toch ook weer 3 op 6. Ik was al een beetje aan het neigen als je moeilijkheden hebt met die stoichiometrie, dan gaat hier best dat oranje of dat rood zelfs in. Maar ik ga ervan uit dat je dat toch goed onder de knie hebt. Dus vooral je kop erbij houden en zien dat je goed alle stappen, de juiste volgorde gaat doorploeteren natuurlijk. Vraag 5. Wat is de reactievergelijking van de bestudeerde reactie? En dan zie je hier de concentratieverandering in functie van de tijd van een aantal stoffen. En ik zie hier allemaal aflopende reacties, dus dat is al fijn. En ik zie hier dat er eentje gaat verdwijnen, eentje gaat wegreageren. Die stikstofpentaoxide, dat is mijn reagentia. En zuurstof en stikstofdioxide die worden gevormd, dat zijn mijn producten. En als ik hier zie, dat is het tegenovergestelde, dat kan het sowieso niet zijn. En die is ook het tegenovergestelde, die kan het ook al niet zijn. Wat zie ik dan? Ik zie in functie van de tijd die verandering, maar ik
ik zie natuurlijk dat er nog twee opties over zijn. En dan gaat het natuurlijk helemaal afhangen van de coëfficiënten die ik hier heb staan. En wat zegt deze eigenlijk? Er gaat 4 keer zoveel stikstofdioxide hier gevormd moeten worden als dat er zuurstof is. En hier zeggen ze, er wordt exact evenveel die stikstofdioxide gevormd als dat er die zuurstof gevormd wordt. En we gaan hier eens kijken, hè, hoeveel zuurstof wordt er gevormd. We starten vanaf hier, dit punt. En we stijgen hier met een factor met 3 dingetjes, laten we zeggen dat dat 1 unit is. Hoeveel is dan hier dit? Dan gaan we eens kijken. 3 blokjes was 1 unit, dus dat is 2 units, dat is 3 units en hier dat is 4 units. Dus dat wil zeggen dat hier onze stikstofdioxide met een factor 4 in totaal gestegen is. En dat is natuurlijk die verhouding van 1 op 4 die ik hier zie en die ik dus zeker niet hier zie. Ga ik nog heel eventjes voor de zekerheid nakijken of er dan inderdaad een factor 2 van die stikstofpentaoxide wegreageert. En als we dan hier starten, we hadden net gezegd 3 blokjes is 1 unit, dan ga ik hier 1 unit en 2 units zakken. En dan zie je dat dat inderdaad overeenkomt, want we starten hier een klein beetje boven die lijn en we eindigen hier een klein beetje boven die. Dan maakt dat 1 is de juiste antwoord op vraag 5, antwoordmogelijkheid D is. En ik vind het een redelijk eenvoudige vraag. Het is een puur blokje stellen en voor de rest, omdat aflopende reacties zijn, is het redelijk simpel. Dat was het dan voor vraag 1 tot met 5. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Ik zie je graag voor een volgende les. Dag!